Amen. Het is altijd geweldig, een geweldig voorrecht om het woord van God te brengen. Of het woord van God nou gebracht wordt in een kleine gemeente of in een grote gemeente, dat maakt niet uit. Amen. Ik heb hem liever inderdaad in de hand. Dan kunnen we kijken. Amen. Even kijken, dan heb ik wat meer bewegingsvrijheid. Ik weet niet hoeveel ik ga bewegen. Maar, amen, God is goed. Amen. 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 Voordat ik begon, hè, voordat ik, toen ik hier naartoe kwam, toen was ik aan het nadenken, ja, aanstaande zondag is het moederdag. Amen. Amen. En dat betekent, ik bedoel, wij hebben aanstaande zondag, hebben wij gewoon kerkdiensten. Dus wij zetten de moeders in het zonnetje elke moederdag. Maar ja, ik bedoel, jullie hebben natuurlijk geen zondagsdienst. Dus ik heb een bepaalde tekst. Ik heb een tekst voor de moeders onder ons. En dat is, ik wil vragen of jullie even met me open willen staan naar Spreuken. Spreuken hoofdstuk 31, en als er sommige mensen en sommige vrouwen hier zijn, Spreuken 31 is volgens mij een van de meest verkeerd geïnterpreteerde teksten uit de hele Bijbel. Want op het moment dat ik mijn vrouw begon uit te leggen wat Spreuken 31 precies inhield, in eerste instantie was ze echt, nee, de degelijke huisvrouw, nee, als er iets is dat ik niet wil zijn, is de degelijke huisvrouw. Maar als je gaat kijken naar Spreuken hoofdstuk 31, dan zie je dat het niet zomaar een vrouw is, dat het niet een vrouw is die alleen maar achter het aanrecht is, maar dat het een vrouw is die ontzettend ondernemend is. Amen. Ontzettend ondernemend en ontzettend voorzienend. En ook wat je ziet is dat het onderhandelaars, dat het een onderhandelaar is. De Bijbel zegt in Spreuken hoofdstuk 31, op het moment dat zij een oog heeft over een akker, dan verwerft zij die. Dus dat betekent dat die vrouw waar de Bijbel over spreekt, dat een geweldige ondernemende vrouw is. Haar licht gaat nooit uit. Nou, als ik in ieder geval, ik weet niet van andere vrouwen, maar bijvoorbeeld bij mijn vrouw, haar licht gaat haast nooit uit. Ik bedoel, of het nou 2 uur is, 3 uur 's nachts of wat dan ook, ze is er altijd. Amen. Dan wil ik even samen met jullie de tekst lezen, Spreuken hoofdstuk 31 en dan vers 30. Dat vind ik de belangrijkste. Spreuken hoofdstuk 31 vers 30. Bedriegelijk is de bevalligheid en ijdel is de schoonheid. Bedriegelijk is de bevalligheid en dus schoonheid vergaat. We worden allemaal ouder. Ik bedoel, en daar is gewoon niks aan te doen. En, maar dan staat er, maar een vrouw die de Heere vreest, die is te prijzen. Amen. Een vrouw die de Heere vreest, die is te prijzen. En vandaag, ik wil vragen of alle moeders even naar voren wilden komen. En dan gaan we de zegen vragen. Amen. Er is er nog één. Hè? Maar ik doe het nog even. Nou, prima. Helemaal goed. Amen. Alle moeders. Sylvain, kom er ook bij. Nou, jij ook. En melk. En melk. Ja. Je hoort het, ja. Geestelijk moeder. Geestelijk moeder, precies. Inderdaad, moet je kijken hoe God deze gemeente heeft gezegend met moeders. Amen. Echt geweldig. Amen. Laten we simpel de zegen vragen aan Pastor Hans. Wil je ook komen? Dan gaan we de zegen vragen over de moeders. Ja. Halleluja. Laten we allemaal onze handen uitzetten. Laten we allemaal, amen. Laten we God zegen over vragen. Vader God, ik dank u, Vader,
voor onze zuster, Heer, in Jezus' naam. Heer, ik dank u, Vader, voor een geestelijk moederschap. Heer, ik wil u bidden, Vader, in Jezus' naam. Heer, dat u haar bevestigt en dat u haar kracht geeft. Heer, ik wil u bidden, mijn God, dat u werkende Vader, haar helpt, Vader, in de tijd dat ze het moeilijk heeft, Vader. Heer, Vader, en laat deze teksten, Vader, laat het een bemoediging voor haar zijn. Heer, Vader, laat het deze mensen hier om haar heen, laat het die een bemoediging voor haar zijn, in de machtige naam van Jezus. Heer, ik dank u, Vader, voor onze zuster, Heer, in Jezus' naam. Heer, ik wil u bidden, Vader, ik wil u danken, Vader, voor haar moederschap. Heer, ik wil u loven en prijzen. Heer, ik wil u bidden, Heer, in de naam van Jezus. Heer, Vader, in tijden als het moeilijk is, Vader, dat ze niet weet welke kans op moet, Vader, dan kan ze haar ogen op u richten, Heer. Heer, ik dank u daarvoor, in Jezus' naam. Zegen haar, Vader, in Jezus' naam. O, Vader, ik wil u bidden, Heer, in de naam van Jezus, voor onze zuster. Heer, ik wil u bidden, mijn God, ik wil u danken. Heer, Vader, voor deze moeder, Vader. Heer, Vader, deze geestelijke moeder, Vader, kunnen bidden. Heer, Vader, wilt haar zegenen, Vader. Heer, Vader, wilt haar ook helpen, Vader, om een zegen te zijn voor andere zusters, voor andere moeders, Vader. Heer, laat haar inderdaad een zegen zijn in Jezus' naam. Heer, ik wil u bidden, mijn God, Vader, voor onze zuster, Heer. Heer, Vader, ik dank u, Vader, we verbreken elke macht die tegen haar inkomt in Jezus' naam. Ik dank u, Vader, voor haar. Heer, wilt u bewegen in haar leven, Vader, ook als moeder zijnde. Heer, Vader, elke pad, Vader, banen we, Vader. Elke weg banen we, Vader, in Jezus' naam. Wij spreken genezing en voorspoed uit over haar leven in Jezus' naam. Heer, ik dank u, Vader, voor onze voor het vijand in Jezus' naam. Ik wil u bidden, mijn God, wilt haar zegenen. Heer, ik wil u bidden, Vader, wilt haar helpen. Heer, Vader, Heer, ook Vader als moeder, Heer, en als geestelijke moeder, Vader, ik wil u bidden, mijn God, geef haar kracht, Vader, daar waar ze tekort schiet, waar ze denkt tekort te schieten, Vader. Heer, ik wil u bidden, mijn God, zegen haar in Jezus' naam. O, Vader, ik dank u, Vader, voor onze zuster, Heer, in Jezus' naam. Heer, ik loof en prijs uw naam. Ik dank u, Vader. Heer, Vader, op het moment dat iemand moeder is geworden, is veranderd moeder, Vader. Heer, ik wil u danken daarvoor in Jezus' naam. O, Vader, zegen haar, Vader, in alle wijsheid. Geef haar wijsheid, geef haar inzicht. Heer, ik wil u bidden naar God, Vader. Heer, ik dank u, Vader, voor de weg die zij gaat. Heer, die zij moet gaan, Vader. Heer, en ik dank u, Vader, dat het beste nog moet komen voor haar leven in Jezus' naam. Heer, ik wil u bidden, Vader, Heer, voor onze zuster. Heer, Vader, breng zegen over haar leven. Heer, ik wil u bidden naar God, Vader. Heer, laat haar zien, Vader, in Jezus' naam, Vader. Wat voor geweldige waarde zij heeft, Vader, in u in Jezus' naam. Heer, Vader, dat uw gedachten, Heer, niet geschakeld zijn, Vader. Heer, aan de economische waarde, Vader. Heer, ik wil u bidden, maar God, zegen haar moederschap in Jezus' naam. Heer, Vader, ik wil u bidden, Vader, ik wil u danken voor onze zuster in Jezus' naam. Breng ook een zegen over haar leven in de machtige naam van Jezus. Ik dank u, Vader, voor haar in de machtige naam van Jezus. Ik loof en prijs uw naam. Amen. Halleluja. Laat God loven en prijzen. Halleluja, Jezus. Heer, ik dank u. Halleluja. Amen. Dank je wel. Amen. Prijs de naam van Jezus. Amen. Nou, voordat ik echt begin met de preek, want dit is nog ineens het begin, heb ik een andere tekst die ik al afgelopen dagen, die constant in mijn gedachten komt, of waar ik bij terugkom op het moment dat ik mijn Bijbel opensla. Dus wellicht dat God daar iets over te zeggen heeft. Laten we even openslaan naar Jesaja hoofdstuk 61. Jesaja hoofdstuk 61. Amen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. De geest des Heren is op mij. De geest des Heren, Heren, is op mij. Niet alleen de geest des Heren, maar de geest des Heren, Heren. Met andere woorden, het is niet zomaar de Heer, maar de Heer der Heren. De geest van de Heer der Heren is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft. Niet omdat wij bepaalde dingen hebben gedaan, door bepaalde rituelen heen zijn gegaan. Niet omdat wij bepaalde gunst hebben gekregen, offers hebben gebracht of wat dan ook. Maar de geest des Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft.
Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ontmoedigen. Dat zijn aan mensen die vernederd zijn, aan mensen die verbroken zijn. Dat zegt hij ook, om te verbinden gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor gebondenen opening van de gevangenis. Mensen, het is een leugen dat je vastzit aan verslaving. Het is een leugen van de duivel dat je vastzit aan zonde. Het is een leugen van de duivel dat je vastzit in armoede, in problemen. Het is een leugen van de duivel. Want de Bijbel zegt dat hij heeft de gevangenis voor ons zal openen. Om uit te roepen een jaar van welbehagen. Amen. Het jubeljaar. Dat betekent dat wij kunnen loven en prijzen. Dat eigenlijk in dat jubeljaar, als je dat gaat bestuderen, dan zie je dat, dat mensen die schulden maken, dat alle schulden, dat alles wordt kwijtgescholden. Al het land wat verkocht is, vanwege de schulden, wordt weer teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Amen. En dat is hetgene wat God voor ons heeft. Om aan te kondigen het aangename jaar des Heeren. En de dag der wraken van onze God. Om alle treurenden te troosten. Alle treurenden te troosten. Er zal geen tranen zijn op het moment dat jij verdrietig bent. Er kan verdriet zijn. In christenleven kan er verdriet zijn. Maar de Bijbel zegt dat hij is daar en hij vertroost de treurenden. Om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geven een hoofdsieraad in plaats van as. Met andere woorden, as is voor rouw, as is voor verlies en een hoofdsieraad is voor overwinning. Hij heeft ons de overwinning gegeven. Hij heeft ons geen verdriet, hij heeft ons geen rouw gegeven. Hij heeft ons overwinning gegeven. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Amen. En men zal hem noemen, terebinten der gerechtigheid. Een planting des Heeren tot zijn verheerlijking. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Vandaag wil ik gaan spreken over gebed. Amen. Weet je hoeveel of hoe weinig mensen bidden? Vooral in deze westerse wereld is het enorm slecht gesteld met gebed. Vorige week donderdag en vrijdag waren wij in Londen voor een gebedsbijeenkomst. We zijn naar Londen afgereisd, we hebben de ticket betaald, we hebben tijd vrijgemaakt om samen met een aantal andere pastors om de Heren te zoeken. Hoeveel mensen zijn er nog? Amen. Om de Heren te zoeken. Terwijl dat is de motor van Gods Koninkrijk. Hoe meer ik in Gods Koninkrijk bezig ben, hoe meer ik zie dat gebed de motor is van Gods Koninkrijk. En weet je wat het mooie is? Jij kan misschien zeggen van, hey, ik ben arm. Ik heb geen cent om te geven. Je kan wel bidden. Ik ben heel ziek. Ik kan wel bidden. Er zijn zaken die niet goed zijn, maar ik kan wel bidden. Ik bedoel, ken je die man die Nick Fujifiets, zonder armen, zonder benen? Ja. Die man zonder armen, zonder benen, hij gaat de wereld rond. Ja. Amen. Ja. Ik bedoel, en wij zitten hier te klagen. Van ik kan dit niet, ik kan dat niet. Hij gaat de wereld rond. Amen. Amen. Ik bedoel, ook hij kan bidden. Jongens, zelfs op het moment dat je op je ziekbed ligt, dat je helemaal niks meer kan. Gebed is de motor. Amen. En dat is het hart van God. Wat geweldig datgene wat het hart van God is, dat we daar in principe, dat we daar niks menselijks voor nodig hebben. Amen. Is geweldig. Geweldig om dat mee te maken. Nou,
Er zijn een aantal kindergebeden. En daar was ik een beetje aan het doorlezen. En een van die kindergebeden was: God, hier, zend alsjeblieft een nieuwe baby voor papa en mama. Want degene die u afgelopen week heeft verzonnen, die haalt te veel. Of: Heer, dit is mijn gebed. Kunt u mijn broertje wat meer hersens geven? Want voor zover ik weet, heeft hij er geen een. En er is nog zoiets wat ik al aangaf. Weet je wat erg is? Weet je hoeveel, hoe weinig er wordt gebeden? Weet je hoeveel kasten vol, boeken vol er zijn geschreven over gebed? Maar hoe weinig er wordt, daadwerkelijk wordt gebeden. Weet je hoeveel een evangelische voorganger gemiddeld bidt per dag? Baas Hans, weet u dat? Per dag? 30 seconden. Dat is weinig. Gemiddeld? Dat is echt waar. Gemiddeld. Ja, is echt heel triest. Is echt heel erg. En wat ik al aangeef, het is het gebed, het is het middelpunt van het hart van God. Amen, laten we openslaan. Matthäus hoofdstuk 6, vers 5 tot en met 15. Matthäus hoofdstuk 6. Het is een tekst waar de meeste mensen van ons kennen. Gaat over onze Vader. Matthäus hoofdstuk 6. Veel mensen in de religieuze kerk die gebruiken het om op te zeggen op het moment dat je niks meer weet. En het is goed omdat Jezus dit gebed aan ons geleerd heeft. Maar het punt is, het moet inhoud hebben. Amen. Vanwege het feit dat God is altijd op zoek naar jouw hart. Op het moment dat je dit bidt met jouw hart is het goed. Op het moment dat je het bidt alleen maar vanwege door woorden die je spreekt, zijn het loze woorden. Amen. Matthäus hoofdstuk 5, Matthäus hoofdstuk 6, vers 5 tot en met 15. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaande in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgen. En uw Vader die het verborgen ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden. Gebruik geen omhaal van woorden. Maak het niet mooier dan dat het is. Op het moment dat jij spreekt tot God, op het moment dat jij iets op je hart hebt, zeg het gewoon tot God. Geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij menen door veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dat niet gelijk? Want God, hun Vader, weet wat gij van nodig hebt. Eer gij hem bidt, bid gij dan op dus. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden. Gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 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 Halleluja. Huichelaars staan graag op de hoeken van de straat en op de synagogen. En de Bijbel zegt, zij hebben hun loon al reeds. Wat is dat loon wat zij hebben? Wat is hetgene, wat is het doel? Dus eigenlijk wat je ziet, is God vindt het belangrijker, de motivatie waarom jij bidt, dan de woorden die jij spreekt. Want wat is de motivatie waarom deze huichelaars bidden? Dat is om aandacht te krijgen. Zie mij hier eens, hoe ik geweldig ben. Oh, geweldig ik. En zij hebben dus hun loon reeds al. Zij hebben hun aandacht van God. De aandacht van mensen. Nou, als je dit dus bidt, doe het dan voor jouw relatie met God. Als je bidt, doe het voor jouw relatie met God. Amen. Niet voor het aanzien van mensen. De Bijbel zegt, ga in je binnenkamer.
Nou, wie kan mij vertellen waar je binnenkamer zit? Wat is je binnenkamer? In je hart. In je hart, inderdaad. Keer als het ware naar binnen. Het is een plaats in je hart, in jouw leven, waar jij God kan ontmoeten. Op het moment dat jij jouw leven gaf aan Jezus Christus, is er een stukje wat dood was, is in jouw leven geworden. En datgene wat dood was, is levend geworden. En juist in dat stukje, in jouw binnenkamer, kan jij God ontmoeten. En de Bijbel zegt, sluit uw deur. Sluit de deur van de binnenkamer. Met andere woorden, geen afleiding. Ik weet niet of ik de enige ben, maar op het moment dat ik bid, dat ik ga bidden, dan gaan mijn gedachten gaan alle kanten op. Oh, heb ik de sleutels uit mijn auto wel gehaald? Oh, heb ik wel dat en dat gedaan? Heb ik de was wel goed gedaan? Heb ik van alles en nog wat gedaan? Weet je, dat is de duivel. Want dat is de duivel die probeert om jouw gedachten af te leiden. En de Bijbel zegt, ga in je binnenkamer. Sluit de deur van je hart. Laat er geen afleiding zijn. Laat er geen gedachten zijn die afdwalen. En de Bijbel zegt, bid tot uw Vader in het verborgen. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Dat is mooi, maar dat is ook eng. Dat is ook eng. Waarom namelijk? Bid tot uw Vader in het verborgene, want hij ziet wat jij in het verborgene doet. Hij ziet wat jij in het verborgene doet. Hij zal het jou vergelden. Hij zal jou antwoorden. Hij zal antwoorden datgene wat jij zaait. Wat je zaait, dat zal je ook oogsten. Amen. Vroeg of laat. De Bijbel zegt, op het moment dat jij jezelf vernedert, zal hij jou verhogen. Ook een kwestie van zaaien en oogsten. Op het moment dat jij zaait, dan zal God, zal in ieder geval, hij weet alles wat jij gegeven hebt. Gebed is eigenlijk hetzelfde als inderdaad de collecte. Want er is een overeenkomst daarin. Vanwege het feit dat niemand weet hoeveel jij bidt. Niemand weet hoeveel jij geeft. Amen. En dat hoeven we ook niet te weten. We hoeven niet achter in de zaal een lijstje te hebben met zoveel is er gegeven. En zoveel hebben mensen gebeden, dat soort zaken. Want het is iets tussen jou en God. De Bijbel zegt, gebruik geen omhaal van woorden. Ga niet constant dingen herhalen, omdat jij denkt dat het goed is. Dat je daardoor in een beter plaatje bij God kan komen. Geen hele verhalen, maar hetgene wat jij op je hart hebt. Amen. En op het moment dat jij zegt, van, ik weet niet meer wat ik kan bidden. De Bijbel zegt in Romeinen, op het moment dat jij vervuld bent met de Heilige Geest, dan heb jij de gave van het spreken in tongen. En dan neemt de Heilige Geest neemt het over. Amen. De heidenen denken door de veelheid van woorden verhoord te kunnen worden. En wij denken aan heidenen, oh dat zijn mensen die niet van andere godsdienst of wat dan ook. Maar dat is niet altijd zo hoor. Ik bedoel, je kan het ook dichter bij huis halen. Als je het hebt over de katholieken, die hebben de rozenkrans. Ave Maria, onze vader, weet ik veel wat allemaal. En ze denken, door zoveel Ave Maria's en weet ik veel maar wat allemaal te doen, dat ze daardoor in een beter licht kunnen komen. Doe dus niet als deze mensen, want God, onze vader, weet wat onze noden zijn. God, onze vader, weet waar wij doorheen gaan. Amen. Hij zou niet vergeten. Het is niet per ongeluk dat jij door deze situatie heen gaat. Het is niet per ongeluk dat jij vanavond hier zit. Het is niet per ongeluk dat uitgerekend jij in deze situatie zit. Weet je waarom? De Bijbel zegt dat hij geeft jou geen kruis groter dan dat jij kan dragen. Hij weet waar jij doorheen gaat. Dus op het moment dat jij op het moment dat jij denkt van, oh God, ik kan het niet meer aan. God, ik weet dan hem niet meer. Het is ook een verbreding van jouw karakter in God. God zegt van, jij kan het aan.
Ik vertrouw jou dit toe. Daarom zegt de Bijbel dat wij mogen roemen in onze zwakheid. Hoe meer problemen God geeft, hoe meer we kunnen zeggen, halleluja, prijs de Heer. Amen. Dus doe niet zoals deze mensen, want God onze Vader weet wat al onze noden zijn. Nou, dan gaat het door naar onze Vader die in de hemelen zijt. Amen, dat is de adressering. Net zoals als het aan de brief is. Het is niet onze aardse Vader. Het is niet iemand anders. Nee, onze Vader die in de hemelen zijt. Amen. Onze Vader. Hij is jouw Vader. Wij zijn zijn kinderen. Laat het even voor een moment van tijd, laat het even doordringen. Hij is jouw Vader. Hij is de Koning der Koningen. Hij is de Heer der Heren. Hij is degene die deze aarde geschapen heeft. En samen met hem zullen wij heersen als koningen, zegt de Bijbel. En hij is onze Vader. Wij mogen hem Vader noemen. Amen. Amen. Dank u, Jezus. Uw naam wordt geheiligd. De wens, dat is eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat je uw naam wordt geheiligd. Dat betekent dat je de wens uitspreekt dat alle mensen hier op deze aarde de naam van God zullen heiligen. De naam van God zullen respecteren. En voor iedereen, en dat iedereen zijn knie zal buigen voor Jezus Christus. Uw naam wordt geheiligd. Mensen die de heiligheid van God hoog willen blijven houden. Weet je hoe heilig de naam van God is? Wij staan er vaak niet bij stil. Maar God is zo heilig. Echt ongelooflijk. In de tijd van dat er nog geen boekpersen waren, werden alle Bijbels met de hand overgeschreven. Door monniken. En elke keer op het moment dat zij de naam God of JHWH, dat ze dat opschreven, gingen ze naar de badkamer en reinigden ze zichzelf. Nou, dat klinkt nu op dit moment dat ik dat zeg, is dat vrij, nou, redelijk. Maar soms in één tekst wordt de naam van God wordt er drie keer genoemd. En elke keer, op het moment dat de naam van God, dat ze dat hadden opgeschreven, gingen ze naar de badkamer en reinigden zichzelf. Waarom? Om te laten zien van, hé, God, dit is een heilig God. Wij zijn bezig met iets enorm heiligs. Jezus, God, uw naam is heilig. Amen. Uw koninkrijk komen. Amen. Uw koninkrijk komen. Dat betekent dat er, als je het over koninkrijk, dan is het woord koninkrijk bestaat uit twee woorden. Koning en rijk. Amen. Nou, wij leven in het koninkrijk van Jezus Christus. Wie is onze koning? Amen. Geen Alexander. Amen. Hij is ook onze koning, maar de koning der koningen, amen, is Jezus Christus. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Amen. Wij zijn onderdanen in zijn koninkrijk. En afgelopen zondag hadden wij een hele studie over het koninkrijk van God. Dat wij koningskinderen zijn. Wij zijn kinderen van de koning. Wij hebben gewoon het erfdeel van de koning. Jezus zegt, ik noem jullie geen slaven meer, maar vrienden. Amen. Hij zegt, wij zijn mede-erfgenamen. Mede-erfgenamen. Niet hier op deze aarde hoor. Maar we zijn mede-erfgenamen. Wij mogen weten dat we mede-erfgenamen zijn. Waarom? Omdat Jezus Christus in ons hart en in ons leven gekomen is. Het is een onderdeel van jou en mijn identiteit. En vaak wil de duivel dat die identiteit roven. Wij zijn kinderen van God en onderdanen in Gods koninkrijk. Dat is geen aards koninkrijk en dat zal het ook nooit worden. Maar het is een geestelijk koninkrijk. Dat probleem, suggestie en die dwaalleer, die had je 2000 jaar geleden. Maar wanneer wordt u dan koning van ons? Koning van de Joden. En dat heb je vandaag de dag nog steeds.
Waar wordt dat gevestigd? Waar wordt het koninkrijk van God gevestigd? Weet jullie dat? Waar het koninkrijk van God gevestigd wordt? In jouw en mijn hart. Uw koninkrijk komen. Met andere woorden, laat er zoveel mogelijk mensen tot bekering komen, tot berouw komen, Jezus Christus aannemen, zodat het koninkrijk in hun hart gevestigd wordt. Zodat Jezus ook koning wordt in zijn leven. In hun leven. En dat bid je dus als je het onze Vader bidt. Laat uw koninkrijk komen. In mijn hart en in andere mensen hun harten. In mijn leven en in andere mensen hun leven. Nou, uw wil geschieden. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Niet mijn wil, God, maar uw wil wordt gedaan. Amen. Amen. En amen is makkelijker gezegd dan gedaan. Amen. Niet mijn wil, maar uw wil. En vaak willen wij een hele andere kant op dan dat God wil. Vooral op het moment dat je het hebt over bepaalde principes in Gods koninkrijk, dan zie je gewoon dat zijn principes regelrecht de andere kant op staan dan de principes van deze wereld. En dan zeggen wij, niet mijn wil, maar uw wil gebeurt. Dat is een lastige boodschap. Dat is een onpopulaire boodschap. Want wij willen dat jouw en mijn wil gedaan worden. Dat is hetgene wat wij eigenlijk willen. Wij willen dat onze wil wordt gedaan. Wat is de wil van God? Wat is Gods wil? In eerste instantie dat jij jouw leven geeft aan Jezus Christus. Amen. Prijs de naam van Jezus. Als jij hier bent en jij kent Jezus Christus niet. Amen. Dan zal het een geweldig voorrecht voor me zijn. Om met jou te bidden. En Jezus Christus te accepteren in jouw leven. Amen. Kijk. Dus dat is de wil van God. Dat wij tot bekering komen, tot berouw komen. Maar ook dat we dichter bij hem komen. Dat we meer op hem gaan lijken. Is het je wel eens opgevallen dat op het moment dat je... Mensen, ik weet niet, Paas Hans, hoe lang zijn jullie getrouwd met elkaar? Hoe lang zijn jullie getrouwd met elkaar? Zes jaar, oké. Okay. Maar zie je hoe, als je bijvoorbeeld, als er mensen zijn die 20, 25, 30, 40 jaar met elkaar getrouwd zijn. Ik bedoel, mensen beginnen steeds meer op elkaar te lijken. Amen, dat is wat je ziet. Je begint steeds meer dingen van elkaar over te nemen. Kijk, daar begint het. God wil dat wij steeds meer op hem gaan lijken. Amen. En dat is niet iets, iets mechanisch, dat is niet iets... wat moeilijk is, maar hij zegt van, op het moment dat jij steeds dichter bij me bent, op het moment dat jij tijd met mij doorbrengt, op het moment dat jij bidt op mij en ik spreek tot jou, gaan we steeds meer op elkaar lijken. Amen. Wat is de wil van God? Dat wij dichter bij hem komen en dat we steeds meer op hem gelijken. En weet je, dat is niet altijd pijnloos. Dat gaat niet altijd zonder pijn. Want soms zijn er dingen die wij los moeten laten. Soms zijn er dingen die dat God zegt van, hé, dat staat tussen jou en mij in. Soms zijn er zaken dat hij zegt van, hé, dit karaktereigenschap die je eigenlijk hebt, is niet goed. Daar moet je mee aan de slag. En van tijd tot tijd doet dat pijn. Nou, hoe wordt Gods wil gedaan? Heel simpel, door de juiste keuzes te maken. En de juiste keuzes, wij hebben dat zelf in de hand. Amen. Jezus Christus zegt dat wij vrij zijn gekocht door hem. En op het moment dat wij vrij zijn gekocht, betekent dat wij keuzes kunnen maken voor of tegen hem, voor of tegen bepaalde zonden, voor of tegen bepaalde zaken. En het is heel vaak dat je, als je gaat kijken en gaat bestuderen in de Bijbel, dan zegt hij heel simpel, hij zegt, wees vruchtbaar. Wees blij. Vergeef.
Dat is wat hij zegt. Hij zegt, nee, niet wat je voelt of wat dan ook, nee, vergeef. Dat is een bevel. Hij zegt, doe dat gewoon. Het is een keus. En we hebben het al over gehad. En hij zal jou geen kruis geven die te zwaar is om te dragen. Dus op het moment dat hij dat zegt tegen jou, dan weet hij van, hey, dat kan je dragen op dat moment. Amen. Gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Nou, in de hemel wordt Gods wil gedaan. Maar God wil dat het ook op de aarde gebeurt, net zoals in de hemel. Dan gaat het door. Geef ons heel ons dagelijks brood. Het brood van Bakker Bart. Amen. Maar dat wij vandaag de dag te eten hebben, is niet vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend. Het is zo vanzelfsprekend dat wij eten, op de plakken. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Het is toevallig dat wij hier op deze aarde, op deze plek van de aarde wonen. Maar moet je eens weten hoeveel armoede er is. Als jij in Zuid-Afrika was geboren, als jij in Roemenië was geboren, ja, ik bedoel, dan vraag ik me af of jouw bordje elke dag gevuld was. En natuurlijk weet ik ook dat de armoede is, ik weet het en dat begrijp ik ook hier. Maar het punt is dat hier in Nederland hebben we eten in overvloed. Dus het gaat hier om eten van vandaag. Wij moeten ons geen zorgen maken. Dit geeft aan dat God bezorgd is over jou en mijn dagelijkse gang van zaken. Geen detail is te klein voor zijn grootheid. Amen. God, de God van hemel en aarde, hij komt in jouw hart wonen. Hij komt in jouw leven wonen. En geen detail voor hem is te klein. Hij zegt van, ik wil dat jij weet, ik wil zorgen voor jou. Ik wil in ieder geval dat het eten, dat bij jou bekend is. En hij weet, we hebben het al over gehad, hij weet wat onze situatie is. Maar het punt is, hij vraagt ons specifiek om te bidden voor onze eigen situatie. En zal ik jou wat zeggen? Weet je wanneer je meer snel verhoring van je gebed krijgt? Op het moment dat je het gaat delen met anderen. Op het moment dat je het gaat delen met je pastor. Op het moment dat je het gaat delen met je broeder, met je zuster. Zodat je broeder en zuster ook voor jou kan bidden. En op zo'n manier kan God meer bewegen. Weet je waarom? Op het moment dat ik hoor van pastor Hans dat hij het moeilijk heeft, ga ik voor hem bidden. Amen. Maar wat gebeurt er? Ik ga hem vertellen waar ik moeite mee heb. En daar gaat hij voor bidden. En weet je wat het mooie is? God zegent het. God beantwoordt het gebed. En ik kan naar Pastor Hans toe gaan. Kijk Pastor Hans, wat geweldige God hebben wij. Amen. Prijs de naam van Jezus. Amen. En dat is hoe het werkt. Ja. Ken je het verhaal van een man die naar de hel toe ging. En hij ging naar de hel toe en hij zag een tafel met een hele lange tafel met allemaal mensen eromheen. En al die mensen die hadden een vork. Die hadden een vork met heel lekker vlees eraan. En het punt is, hij zag dat deze mensen enorm veel honger hadden. Maar weet je wat het is? Deze mensen die in de hel zaten, die wilden alleen maar dat stuk eten voor zichzelf. En ze hadden allemaal honger. Ze wilden allemaal dat stuk eten, dat stuk vlees, wilden ze in hun eigen mond proppen als het ware. En daardoor bleven ze allemaal hongerig. En daardoor was er misère. Toen ging hij een stap verder, een deur verder, en toen zag hij de hemel. Dezelfde deur, en dezelfde tafel, en dezelfde mensen waren daar, en dezelfde vorken met vlees waren daar. Maar weet je wat er gebeurde? De mensen, die gaven aan elkaar het eten. Dus op het moment dat er hier een tafel is, en ik heb een hele grote vork, dan geef ik u te eten met
met mijn vork en u geeft mij te eten met uw vork. En op zo'n manier wordt iedereen gevoed. En dat is het grote verschil. Het grote verschil is dat wij niet bidden en dat wij niet, leven vanuit onze eigen, verlangens. Vanuit onze eigen emoties. Maar dat wij leven om te kijken van, hey, wat heeft iemand anders nodig? En op het moment dat iemand anders, dat wij iemand anders gaan zegenen, dan weet ik zeker dat die ander ons ook gaat zegenen. Amen. Maar daar doen we het niet voor. Daar doen we het niet voor. Amen. Ik heb een paar maanden geleden was er een vrouw bij ons in de kerk en die zegt, Richard, ik begrijp het allemaal waarom jullie die liefdadigheidsacties doen en waarom jullie mensen te eten willen geven en dat soort zaken. Daar krijg je een goed gevoel van. En ik moest echt teruggaan in mijn binnenkamer. Ik denk, hè, ik krijg er een goed gevoel van, maar daar doe ik het niet voor. Waar doen we het voor? Waarom reik jij uit naar andere mensen? Weet je waarom? Vanwege het feit dat Jezus zei van, hé, jij hebt mij te eten gegeven op het moment dat ik honger had. Jij hebt mij gekleed op het moment dat ik naakt was. Jij hebt mij opgezocht in de gevangenis op het moment dat ik gevangen zat. Ja. Dat is de reden waarom wij uitreiken naar andere mensen. En dat is gewoon om te geven, gewoon in gehoorzaamheid. Het heeft te maken met een daad van gehoorzaamheid. Amen. Niks meer en niks minder. Misschien is het leuk om dat er nog even bij te vertellen. Wij zijn in Amsterdam zijn we bezig met drie verschillende projecten. En waarom namelijk? Omdat ik geloof dat, dat deze wereld, Nederland, wat ik nu hoor van de regering, ja, de crisis is voorbij. Nou, ik geloof dat de crisis nog lang niet voorbij is. Als je gaat kijken naar 2015, daarin worden de welzijnsbudgetten worden met 40% gekort. Dat betekent dat de buurthuizen voor 40% leeg komen te staan. En het punt is dat wij als kerk moeten weer de plaats in gaan nemen die het voorheen had. Waarom namelijk? Op het moment dat wij als kerk dat niet doen, zullen andere partijen dat over gaan nemen. Wij hebben activiteiten, wij zijn bezig met plannen te ontwikkelen voor kinderen. We zijn bezig met kinderactiviteiten. 22 maart hadden we een geweldig kinderevenement, ook in het kader van NL Doet, de vrijwilligersorganisatie. En hebben wij rond de 50 kinderen hebben wij een geweldige middag gegeven in Amsterdam-Zuidoost. We hebben ze spelletjes laten doen, oud-Hollandse spelletjes laten doen en daarna hebben ze lekker samen met elkaar gegeten. Waarom? We hebben niet zoveel over Jezus en over dat soort dingen gesproken. Maar we hebben simpel gezegd, wij willen een goed voorbeeld zijn. Een goed voorbeeld stellen voor de kinderen in die buurt. En je wilt niet weten hoeveel honger daar is. Ongelooflijk. Mijn hart brak op het moment dat ik dat zag. Op het moment dat ik zag dat er mensen, dat er kinderen, wij begonnen om half twee, dat om half één waren we daar en er waren al kinderen en die zeiden van, wanneer begint het, want ik heb honger. Dus wat dat betreft, het is echt, het is nodig en wij gaan daarmee verder mee aan de slag. In juli willen we daar, want in maart hebben we een oud-Hollandse spelletjesdag. Hebben we ervan gemaakt en in juli willen we er een multiculti middag van maken. Amen. Dus wat dat betreft, we hebben verschillende nationaliteiten hebben we in de kerk en daar willen we gebruik van maken. En al die mensen die mogen wat meenemen, wat eten meenemen en we gaan een geweldige tijd maken. Amen. Dat is voor de kinderen, we hebben ook jongerenactiviteiten. Jongeren tussen 12 en 18 jaar worden aan hun lot overgelaten. Jongerenwerkers worden gewoon wegbezuinigd. En ze worden het liefste gewoon in de. Ze worden uit de wijken gedrukt.
En je wil niet weten hoeveel negativiteit en hoeveel negatieve druk er op de jongen staat. Als je het hebt over over aanval van de boze, dan is het juist in deze leeftijd. Tussen 12 en 18 jaar gaan er zoveel kinderen het verkeerde pad op. En wat dan betreft, op het moment dat wij niet daarvoor op gaan draaien, dan weet ik zeker dat de duivel daar wel zijn mensen voor heeft. En het derde waar we mee bezig zijn in Zuidoost, is wij willen uit gaan reiken naar mensen in financiële nood en in geestelijke nood. Je wil niet weten, 95% van de mensen in Amsterdam Zuidoost heeft financiële problemen. En dat breekt mijn hart. Je wil niet weten hoeveel kerken daar zijn. Er zijn over de 200 kerken daar. Nee, 100. Ik moet liegen. Ik moet niet liegen. 150 kerken. Ik heb uitgerekend. Als ik nou elke week naar één van die diensten toe ga, dan ben ik 3 jaar bezig. Maar als je gaat kijken hoe weinig er geïnvesteerd wordt en hoe weinig mensen uitreiken naar de mensen, dat is verschrikkelijk. En mensen in deze wereld die zien dat ook. En wij zijn degene die op de bres moeten gaan staan en zeggen van, wij moeten het terug gaan pakken. Wij moeten hetgene wat in de afgelopen jaren ons is afgepakt, moeten wij terug gaan pakken. En we moeten weer gaan staan in die autoriteit. Amen. Amen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Amen. Mm-hmm. Vergeef ons onze schulden. Maar wat staat er daarna? Gelijk, juist, inderdaad. Maar vergeef ons onze schulden. Zo makkelijk om uit te spreken. Maar dat daarna. Dat is misschien ook. Ik bedoel, uitspreken gaat dan nog wel. Maar het in de praktijk brengen. Ja, in de praktijk brengen van vergeving. Vergeving is zo belangrijk, mensen. Jij kan wel zeggen, oh, ik heb iedereen vergeven. Maar als ik bepaalde namen noem die jij kent, heb je dan werkelijk vergeven? Wat voor emotie komt er dan in je op? Op het moment dat er nog steeds emoties bijkomen van boosheid. Als emoties komen van haat, van dat soort zaken, van bitterheid. Wel, misschien heb je dan iemand vergeven voor een korte tijd, maar daarna niet meer. Heel vaak is het zo dat wij, omdat wij herinneren wat bepaalde mensen gedaan hebben, dat we zeggen, oké, wij vergeven. Maar dan denk je er nog een keer over, ja, maar het is wel heel erg wat hij gedaan heeft. Weet je, God heeft ons die zijn bruikleen gegeven. Het is jou en mij toevertrouwd. En als wij vergeving krijgen van God, verwacht Hij ook van jou dat wij anderen vergeven. Wij denken zo makkelijk, hè? Ogen omhoog, tand op tand. Wij denken, ja, het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk om te vergeven, maar ik wil het er betaald zetten. Ik wil het in ieder geval laten voelen. Laten voelen wat zo iemand mij heeft aangedaan. Wij zijn niet snel gezind tot vergeving. Maar weet je wat het is? De prijs die jij betaalt voor onvergevische zindheid is zo groot. Is zo hoog. Ik heb het niet alleen over lichamelijke problemen. Want ook lichamelijke problemen komen dan door haat, hoor. Door bitterheid. Door onvergevische gezindheid. Maar ook geestelijk gezien. Geestelijk gezien, het is zo'n last. Er is zo'n last wat je altijd met je meezult. Daarom zegt Jezus, mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Maar zijn juk is zacht en zijn last is licht op het moment dat wij ook inderdaad mensen vergeven. En ook mensen in deze kerk. En ook mensen in de kerk. Ik weet niet of je net... of je het familiediner hebt gezien van een paar weken geleden. Die mensen gingen met elkaar, die gingen elke zondag zagen elkaar in de dienst. Elke zondag. Maar ze spraken niet met elkaar.
En op het moment dat het familiediner daar was, was er eentje zelfs die zei van, nee, dat wil ik niet. Als je het hebt over onvergevensgezindheid. Mensen, wij zijn allemaal schuldenaren. Er staat allemaal, de schuldenaren is zo'n zwaar woord, het is een woord dat eigenlijk niet zo vaak mee gebruikt wordt. Maar we hebben allemaal een schuld. Wij staan allemaal in de schuld. Niet alleen financieel, ook geestelijk. Amen. Met andere woorden, er staat een prijs op jou in mijn hoofd. En als wij anderen niet vergeven, als we anderen niet vergeven, dan vergeeft God ons ook niet. Je kent het verhaal van die man die heel veel vergeven werd door die man. En die zegt, oh geweldig dat u mij vergeeft. En hij gaat verder, gaat hij en hij ziet nog iemand anders. En die zegt, oh ja, voor jou heb ik nog een tientje nodig. Ja, maar ik kan het niet betalen. Dan zal jij boeten, jij gaat de gevangenis in totdat jij dat tientje betaalt. En de man die grote schuld van miljoenen vergeven had, die hoorde dat, die heeft hem laten komen en die zegt van, wat jij hebt gedaan, dat kan niet. Op het moment dat jij vergeven wordt van jouw schuld, God vraagt van jou, God eist van ons, God verwacht van ons, dat wij ook loslaten. Ja, Richard, je weet echt niet wat mij is aangedaan. Je weet niet half wat mij is aangedaan. Maar het punt is, God zegt, vergeef. En het enige, je hoeft jezelf niet schuldig te voelen dat je weer, dat je die gevoelens hebt of wat ook. Het punt is, je moet het elke keer weer bij het kruis leggen. Elke keer weer bij het kruis brengen. Elke keer weer bij het kruis brengen, totdat God zegt van oké, totdat God die wond heelt. Amen. Want als er vergeving is, kan er genezing zijn. Amen. Amen.